geweldig om te zien. Mooi groot schip en indrukwekkend. Zeven jaar geleden heb ik de Ark gekocht. Die is gebouwd door iemand anders. En eigenlijk met de gedachte om te zeggen, de Bijbel is eigenlijk sowieso interessant in onze cultuur. Dus we hebben de hele Ark omgebouwd als Bijbelverhaal. En dat werkt zo ontzettend goed. We hebben meer dan 500.000 bezoekers gehad. We zijn tot in Noorwegen met de Ark geweest. En nu zijn we met 20, 25 man in het pand met zandkunstenaars van over de hele wereld. In het grote Elburg hier verhaal in het zand aan het maken, ook met de Bijbel.